als je dan een moment mag kiezen om te scoren, dan is het wel momenten waarop wij toegeslagen hebben. En ja, dat die dan ook valt, ja, dan komt er natuurlijk een explosie van emotie. Omdat je weet dat de wedstrijd is beslist. Ik denk dat de club hier naar snakte en ook de supporters. En ik zelf natuurlijk ook. Ik heb 10 klassiekers gespeeld en allemaal gelijk of verloren. Dus niet één keer gewonnen. En dat was voor mij wel extra mooi. In zo'n stadion, zo'n sfeer, dan weet je eigenlijk dat je af en toe naar voren wordt geschreeuwd. En dan neemt de emotie de overhand op het veld. En ik denk dat dat ook belangrijk was om die emotie onder controle te houden. En dat hebben we goed gedaan. Dat heb ik vanuit de jeugd meegekregen. Tegen Ajax is altijd een andere wedstrijd dan normaal. Misschien zeggen jongens wel van ik ga deze wedstrijd hetzelfde in als andere wedstrijden. Maar ja, daar is niks van waar. Deze wedstrijd moet je er gewoon 100% voor staan of misschien wel 120%. En ja, dan is het fantastisch als je in de eigen Kuip met Legioen erachter of met heel het stadion erachter dat je met 1-0 wint en dan nog in de laatste minuut lekkerder kan niet. Ik denk dat het een fantastische avond was en dat begon al voorafgaand aan het duel. Als je ziet hoe het Legioen achter het team ging staan met een levensgroot spandoek met vuurwerk, ja, dan ga je voor die gasten door het vuur. En goed, het was niet de allermooiste wedstrijd, maar ik denk dat wij hebben aangetoond dat we ten koste van alles voor Feyenoord wilden winnen.